Make me a one day lobby. Chelupu one day lobby. Max. Hij was vaak gezien in Duitsland, Zwitserland, Zweden en België. En ik mag u vertellen, Max bleef zijn Seranang Tongo trouw. Ik zei, maar Max, Duitsland, hi, wie geht es? Dat je kon zingen, Rosemary, Rosemary. Hoe reageerden die mensen? Hij zei, Henk, muziek is universeel. Geloof het me, ze verstonden geen woord, maar ze genoten. Ze voelden wat ik zong. Achteraf vertelde ik wat ik had gezongen. Maar ook daar bleef hij trouw aan Seranang Tongo. Als hij in het buitenland optrad, geen Engels, geen andere taal, Seranang Tongo. Oom Max, bij Abdekati, waarom zeg ik dat? Toen iedereen, Oscar Aris, Erwin, Richard, Theo en ik, populair werd door Amerikaanse popliederen te zingen, koos Oom Max juist ervoor terug te keren naar zijn roots. Naar het Surinaams. Daar moet je echt Dekati voor hebben. Nu hoor ik iedere dag eigenwaarde, geloof in eigen kunnen, Srevidensi. Oom Max is Mr. Srevidensi. Sinds 19... de jaren 60 had hij dit al in de praktijk gebracht. We hebben Max één gevraagd. Max, welke zijn je 4 grootste hits? Moeilijk voor een artiest. Je hebt zoveel cd's, zoveel lp's. Welke zijn je grootste hits? Wat zing je het liefst? En toen heeft hij deze volgorde opgenoemd. Ik heb het genoteerd, want dat heeft hij aan mij verteld. Nummer 1. Wang Mama. Op de 2e plaats, Ai Seranang. Op de 3e plaats, Katibo. En op de 4e plaats, Adjossi. Dit is de volgorde van zijn lievelingsliedjes. En het zijn allemaal grote hits geworden. Arkino sang Oom Max besingi. En hoe me begrijp, amaleru wa losani fu alibi. En daarom we taking bigitani. Opdracht van de president,
eigen helden eren, nationaal en internationaal. O Max, we gaan je vereeuwigen. Want wat je ons hebt achtergelaten, is voor generaties ook die na ons komen. Zolang wij over Max blijven praten, ervaren wij een gemis. En zolang wij hem missen, is Max niet dood. Want dood ben je pas als iedereen je vergeten is. Max was een apart mens. En ik heb me ooit afgevraagd, als er ooit een perfect mens zou zijn, heb ik dan het geluk gehad in mijn leven om zo een persoon te ontmoeten? Zijn enorme humor, zijn godvriezendheid, zijn liefde voor land en volk, zijn liefde voor zijn mede-artiesten, niet te groot om te leren, niet alles willen vasthouden, maar willen delen. Als je tak monitoring aan man, eerst wat hij begon te doen, lachen. Ach, komt wel. Mama, jou wil ik ook vanaf deze plek nog bedanken. Want door jou, door hoe je hem hebt verzorgd, door hoe je met hem leefde, kon hij zijn wie hij was. Dank je wel daarvoor. You were the wind beneath his wings. Papa, rust zacht. En ik weet zeker dat jouw muzikale erfenis hier in Suriname in hele goede handen is.
Refuge.